Dit weekend waren de landelijke sterrenkijkdagen in Nederland. Ook bij de sterrenwacht Mercurius in Dordrecht werd naar de hemel getuurd. En niet alleen 's nachts, maar ook overdag. Kijk uit voor je hoofd hier. Nou, daar staan we dan in de koepel. En wat doen we normaal met de sterrenkijker? Nou, de sterrenkijker, maar ja, die sterren staan zo ver weg dat zelfs de grootste telescopen op aarde blijven de sterren sterretjes. Op 1A. En welke zou dat zijn? Ja, de zon, natuurlijk. Onze zon is ook een ster. Ja, logisch. De zon is een ster en alle sterren boven ons hoofd zijn ook zonnen. Alleen omdat ze zo ver weg zijn, zijn het sterretjes. Kijken naar de zon kan alleen met goede voorzorgsmaatregelen. Wat doet u nu? Ik ga nu het filter plaatsen. Wat ik wel heel belangrijk vind, omdat zeker vandaag het hartstikke mooi weer is. En ik niet wil dat de mensen blind naar huis toe gaan. Zonder die filter beschadigen de ogen? Zonder dit filter beschadigen de ogen. In principe is hij nu stand-by. Dus we kunnen hem zo op de zon richten. En even kijken wat de zon ons te bieden heeft. En wat zie je? Je ziet de zon en dan zie je vlammen. En hoe is dat? Heel bijzonder om te zien. Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Omdat je het met het blote oog niet kunt zien. En hierdoor wel. Ja, het is best wel speciaal om de zon van dichtbij te kunnen bekijken, terwijl je het normaal op een afstand ziet. Het is een gele bol. En nu zie je het zo dichtbij lijken, een soort vuur, vuurzee waar je eigenlijk in kijkt. Het is wel interessant. Je ziet het natuurlijk normaal van de verte af en nou in één keer in close-up, zeg maar. Ja, het was echt hartstikke mooi.